De Berk. De Berk heeft heel veel mooie eigenschappen. Daar was ik verbaasd over. En eigenlijk waarvoor ik het gebruik, dat is in het voorjaar. Ik heb één boom dicht bij het huis staan en daar boor ik daar een gaatje in. Dat vind ik nog niet helemaal optimaal. Om berkenwater te tappen. En berkenwater is heel is een reinigende werking heeft dat. Een sterk reinigende werking op je lichaam. Dus dat is in het voorjaar een hele goede. Maar dat is nu al te laat, want nu zijn de sapstromen zijn verminderd. De bladeren zijn er nu aangekomen. Daar zal ik ook soms een eentje laten zien. Maar ik wilde eigenlijk eerst... Kenmerkend voor de berk is natuurlijk de bast. Dat is echt wel heel kenmerkend. Dat witte, de witte bast. Ik denk dat je daardoor wel heel goed de berk kan. Maar ik denk dat iedereen wel de berk kent. En ja, kijk, nu zijn hier de blaadjes zijn op gang. Zijn eruit. Even kijken of ik jullie dat kan laten zien. Ja. Bij jullie zullen ze echt helemaal eruit zijn. Hier zijn ze bijna eruit. Die zijn ook eetbaar. Maar dat is geen culinaire hoogstandje. Beetje bitter. Oh. Beukenblad is lekkerder. Ah, veel bitter is dit. En dan kreeg ik gisteren een vraag over... welke van de dennennaalden, welke... of je ze moet drogen. Nee, je moet ze niet drogen. Je kunt ze ook vers in je thee doen. En wat ik het lekkerste vind, en dat is nog niet hier de tijd voor... maar ik zag al wel in Nederland al wel... de sparren top of dennentoppen. Oké, dus een spar... Spar is een spar kun je herkennen aan dat het single dennennaalden zijn. Solo ook wel. Waar ben je? Hier zo. Dus dit is een spar. Er zijn allemaal solo dennennaalden die allemaal apart zitten. En dan heb je een den. De den is Duplo. Die zitten ze bij elkaar. Zo kun je ze herkennen. Beide zijn goed voor je thee. Kijk, en hier zie je al iets. Hier zie je al iets van de top komen. Ja, dat moet nog wel even een weekje groeien. Maar dan pluk ik ze graag voor mijn wilde sparrethee. En voor mijn eigen voor mijn thee. Heerlijk. En die hoef je niet te drogen. Kan. Als je in de winter ook het wil drinken, dan droog je ze. Maar als je ze nu wil drinken, dan doe je ze lekker vers erin. Eigenlijk nog beter. Vers. Dat is eigenlijk nog beter. Oh, die bitterheid van het blaadje. Dat proef ik nog steeds. Oh, wat bitter. Oké. En nu had ik nog een idee. Ik wilde... het is al best wel. De paardenbloemen, die zijn al... die beginnen al goed uit te bloeien. Maar ik weet nog een plekje waar ze nog goed zijn. En daar ga ik ze even plukken. Want ik wilde er een aantal plukken. Ik heb siroop heb ik al gemaakt. Maar nu wil ik er een aantal plukken voor... om te drogen. Die wil ik echt voor te drogen. En dan ook voor in een thee. Nou, ik ga er vandaag ook een kopje thee van zetten. Maar dan ga ik ze ook drogen. Dat is het idee. En die staan daar zo. Dat is langs een pad. Waar niet veel wordt gereden. Dus daar ga ik ze plukken. De paardenbloemen. Dat is wel een... vandaag heb ik er ook een post over gezet op mijn pagina. De paardenbloemen. Dat kan de nationale bloem worden van Nederland. Kan. Als we allemaal gaan stemmen. Ik weet niet hoe ver die nu is. Maar tot volgende week zaterdag kun je stemmen. Er zijn 5 bloemen die zitten in de race. 5 bloemen. Dat is, even kijken hoor, de pinksterbloem. Madeliefje, dat is ook een leuke. Paardenbloem, de wilde kievitsbloem, die is giftig. Dus daar ben ik minder voor. En de fluitkruid. En die is ook eetbaar. Dus die moet ik nog eens even hier ontdekken. Of ik die hier vind. Maar nu, ja, ik ben voor de paardenbloem. Dat is wel echt mijn paardenbloem, vind ik wat. Ook omdat de paardenbloem zo wordt gezien als zo'n naar onkruid, vind ik dat het dat hij mag opwaarderen. En de nationale bloem van Nederland mag worden. Kijk, en dan ga ik hier op dit pad, hier langs, ga ik even kijken of ik jullie kan laten zien. Ja. Daar ga ik paardenbloemen plukken. En degene die ik pluk, dat zijn degene die nog niet helemaal
uitgebloed zijn. Oh, en hier zit ook fluitenkruid. Oké, die ga ik ook plukken. Kijk, deze pluk ik dan. En hier staat ook fluitenkruid. Die ga ik ook plukken. Dus het wordt een thee. Het wordt een thee van paardenbloemen en fluitenkruid. Ga ik proberen. Lieve mensen, dit was het eventjes. Of lief mens, het is er maar eentje waar ik tegenaan praat. Lieve mensen, hele fijne dag. En laat me weten of je vandaag wat gaat plukken en wat je ermee gaat doen. Altijd leuk. Oké, remember, go nature. Doeg.